lieve mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag de eerste in de serie voor de Bridal Blush, wat ik super leuk vind. We gaan jullie tips geven om jullie bruiloft te plannen, maar ook een kijkje te geven in ons leven als wedding planner, stylist en bloemist. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden om dit allemaal te kijken. Vergeet je daarom ook even niet te abonneren hieronder. En dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwe video's. Dus let's go! Bij het eerste gesprek als wedding planner heb ik het over mijn eerste hulp bij bruiloftenkit. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Dus eigenlijk een soort van what's in my bag, maar dan de wedding planner style. Dus ik heb hier mijn koffer. En die koffer is bij Heilig, die gaat altijd mee. Daar zit eigenlijk alles in wat we nodig hebben. In ieder geval wat ik nodig heb. Er zitten ook dingen in wat ik liever niet nodig heb. Maar als we het nodig hebben, je gasten of jullie, dan hebben wij het in ieder geval bij ons. Die gaan we er eens even bij pakken. En dan gaan we eens even kijken. What's in my bag? Nou, zoals je ziet is het een gigantisch ding. Ik zit natuurlijk nu, maar hij is eigenlijk net zo groot als ik. Soms als ik aankom lopen, dan vragen mensen ook wel of ik de fysicist ben. Want deze koffer wordt ook veel gebruikt door kapsters en fysicistes. Maar dat ben ik niet. Hij is gewoon lekker stevig en lekker duidelijk. Je kan er eigenlijk niet omheen. Dus ja, het is altijd, als iemand iets zoekt, de witte koffer. Laten we hem openmaken. We gaan lekker stukje voor stukje ernaar kijken. Hij kan helemaal uit elkaar geklikt worden. Dus dat is wel top. Tadaa! Dus laten we beginnen met de bovenkant. Nou, dat is altijd een spannend ding. Omdat ik altijd benieuwd ben hoe het er weer uitziet. Maar volgens mij heb ik hem redelijk netjes dit keer. Tadaa! Zo, nou, we gaan hem in ieder geval even neerzetten. Wat zit hier allemaal in? Nou, genoeg in ieder geval. Ik probeer het altijd een beetje onder te verdelen in diverse onderdelen. Dus hier zitten ook voornamelijk ja, toiletspullen, noem je net. De deo's, de schuifspeltjes, dat soort dingetjes. Tandenborstels. En het ziet er dan zo uit. Voor een bruiloft in ieder geval. Na een bruiloft is het iets chaotischer en moet die altijd even opgeruimd worden. Nou, laten we eens even kijken wat we hebben. Technische dingetjes heb ik hier altijd in zitten. We hebben heel veel batterijen. Alle soorten en maten natuurlijk, want je weet maar nooit. Er hoeft maar je microfoon leeg te zijn. Onze walkie-talkies leeg te zijn. Dan heb ik in ieder geval altijd extra batterijen bij me. We hebben een oplader. Dit is eigenlijk zo'n, hoe noem je dat nou? Powerbank. En dan een hele leuke. Wat eigenlijk? Oh, is het een spiegeltje? Nou, hoe leuk is dat? Dus dan kan je in ieder geval altijd opladen, ook zonder dat er een stopcontact is. Daarnaast heb ik natuurlijk nog zowel iPhone opladertjes als ik zelf heb een Huawei, dus ik heb een andere nodig. Hebben we allemaal mee. Deze ook, die kan je nog uittrekken. Een audiokabel, altijd handig. Ik heb ooit eens een keer ergens gestaan en toen ging ik zelf nog zingen voor het bruidspaar. Toen hadden we een kabel die het niet deed. Dus uiteindelijk stond ik hartstikke voor lul, geluid werkte niet. En toen had ik er niet nog één bij me, dus ik heb vanaf nu altijd eentje bij me. En eigenlijk heb ik dit wel overal in zitten. Zo'n kit en eigenlijk gewoon een secondenlijm. Secondenlijm, ja. Ik heb al gehad dat er hakken afbraken. En niet van mij, maar van gasten. Dus ik altijd kom naar me toe. We zetten die lijm er even op. En dan laten we hopen dat het daarna uiteindelijk allemaal goed blijft. Dan komen we in mijn mondhygiënebakje. Tandenborstels. Weet maar nooit, je kan maar beter bij hebben. Hetzelfde geldt voor tandpasta, tandenstokers. Pintjes voor een lekkere adem. Na de bakjes koffie, cappuccino's na het diner. Daarnaast mondwater. Ja, is ook gewoon handig. Ik denk altijd maar, ik kan het maar beter bij me hebben. Heel veel deo's zie ik. Deo's. En het belangrijkste vind ik altijd persoonlijk dat het geurloze deo's zijn. Want als ik iets vies vind, is het die deo's met allemaal geurtjes. Daar gaat echt niemand beter van ruiken. Dus dit zijn eigenlijk ja, de geurloze deo's die ik altijd bij me heb. Die kunnen voor zowel mannen als voor vrouwen. Dus hoef ik ook niet weer allemaal verschillende daarvan mee te nemen. Ik heb gewoon twee van deze mee. Altijd veilig. Zonnebrandjes, twee verschillende, factor 20, factor 30. Ook altijd handig natuurlijk voor als het ineens heel erg warm is. Desinfecterende handgel, nog een deootje. Vuilartikeltjes, altijd maandverband bij me. Tampons bij me, mocht iemand het bij hoge nood nodig hebben. Of er niet bij kunnen, of op dat moment niet in zijn tasje hebben. Dan heb ik het altijd bij me. Hand- en face wipes met een baby erop. Maar goed, we kunnen het allemaal wel eens gebruiken. Als je net eventjes een beetje plakkerige handen hebt, altijd fijn om dat te hebben. Hetzelfde geldt voor make-up removers.
ga ik natuurlijk niet de make-up van de bruid er helemaal afhalen. Als iemand het nodig heeft, I've got it. En natuurlijk gewoon lekker watjes. Natuurlijk ook voor meerdere dingen gebruiken. Altijd lekker om gewoon mee te hebben voor, je weet maar niet. De hair department. Ja, schuisbeltjes. Kammen. Figurensetje. Niet per se voor je haar, maar voor... Heeft geen eigen afdeling. Elastiekjes. Deze ook heel belangrijk. Blanke nagellak voor, nou, we hebben allemaal wel eens een panty aan. Waar dan ineens een ladder in zit, zonder dat je het weet. Als je nog gele serven hebt, gaan we ze sowieso eventjes met de blanke nagellak eventjes zorgen dat het niet meer verder kan scheuren. Dat de ladder niet meer kan groeien. Altijd handig om bij je te hebben, ook als je geen wedding planner bent. Naaldensetje, altijd handig. Ik heb ook altijd draad bij me, dus mochten we iets moeten repareren aan kleding, scheurt iemand ergens uit. Ik heb het altijd bij me, dus we kunnen altijd even wat reparatiewerkzaamheden doen. Draaimort aan die kant, lijmhoort aan die kant. Dan hebben we hier dubbelzijdig tape. Nietjes voor mijn bouwnietmachine. Plakband, ijzerdraad, rolmaat. Maar goed, je zal het maar nodig hebben. Potloodje, pen, meer lijm. En natuurlijk, een aansteker. Er zijn altijd wel kaarsen. Aansteker is iets wat altijd verdwijnt. Dus als ik één ding altijd check, is er of ik nog aanstekers heb. Altijd handig om gewoon een kaars mee aan te steken. Nou, dat was in ieder geval de bovenkant. Die kan weer mooi dicht. Deze dingen heb ik eigenlijk altijd gewoon lekker bij de hand. Onderdeel 2 is eigenlijk een beetje mijn medicijnenkistje. Behalve dan deze oplader van mijn walkie-talkies. Die hoort daar niet. Dat doe ik dus. Oké, nou, het ziet er in ieder geval heel netjes geordend uit. Altijd prettig. Hier heb ik in een verbanddoos. Eigenlijk gewoon een 40-delige verbanddoos. Met de gaasjes, de... Hoe heet dat? Gaasjes, pleisters, nog meer pleisters, nog meer gaasjes. Pincetten, handschoentjes van die desinfecterende handschoentjes. Desinfecterende doekjes, gaascompressen. Voor in ieder geval de eerste hulp te kunnen verlenen. Het allereerste kan ik doen. En dit, nou jongens, echt. Kijk, dit is een pincet met een lampje. Kan, kijk nou. Voor als je het even niet goed kan zien, als je niet genoeg licht hebt voor het uittrekken van een splinter of wat dan ook, hebben we in ieder geval een pincet met een lampje. Nog een pincet, een schaartje, wattenstaafjes, vaseline, vaseline. Wordt ook vaker gebruikt als het bijvoorbeeld heel warm is voor de dames, wie kent het niet. Als je bovenbenen langs elkaar heen schuren, een beetje vaseline erop, kan je echt weer even goed een paar uur door. Na de beet extra verzachting gel. Dat geldt voor Azeron. Voor Azeron, als je geprikt bent, zomers natuurlijk met de muggen of iets dergelijks, dat is altijd fijn. Dat we in ieder geval meteen kunnen smeren, hopen dat het verlicht. Nog een klein first aid kitje. Mini. Voor mini ongelukjes. Bladerpleisters. Heel belangrijk. Niet alleen voor de dames, maar mannen vergeten ook wel eens hun schoenen in te lopen. Toevallig afgelopen zaterdag nog eentje. Die kwam heel stiekem naar me toe. Heb toch alles bij je? Ja. Heb je misschien een bladerpleister? Tuurlijk heb ik voor jou een bladerpleister. Ik kom zo bij je. Nou, daar ging ik hoor. Voor de mannen. Pleisters. 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 Nog meer pleisters. Je kan niet genoeg pleisters hebben. Dan... Huidtabletten, zo lastig van je keel. Lekker smaakje honing citroen. Verzacht altijd wel fijn. Daarnaast hebben we dan echt de medicijnen. Van Nurofen tot Advil. Voor hooikoorts, Allerfree. Ibuprofen. Nog meer ibuprofen. Imodium. Oh, voor bij diarree. Het zal je gebeuren. Het zal je gebeuren op de bruiloft. Als gast, als bruid, als bruidegom. Het kan allemaal. Wij hebben deze. Bam. En Rennies voor brandend maagzuur. Kan ook zomaar natuurlijk gebeuren. Wijntje erin, nog een wijntje erin, een beetje eten. En het kan natuurlijk zomaar een beetje omhoog komen. Pepermint smaakje. De reden dat ik zoveel verschillende heb is omdat we eigenlijk allemaal wel onze favorieten hebben. Ik zelf ben altijd van een cocktailtje van ibuprofen en paracetamol. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon sferen bij Nurofen of bij Advil. Dus op deze manier heb ik in ieder geval keus. Ook gehad. Dan hebben wij een binnenkantje. Daarin heb ik zitten kauwgom. Brillendoekjes. Ik kwam erachter dat ik heel veel brillendoekjes heb. Ik heb zelf geen bril, maar wel een zonnebril. Dus ook voor de zonnebril erg handig.
brillendoekjes. Ik heb eigenlijk gewoon altijd nog standaard wit lint hierin zitten. Vistraad, ook heel handig. Werk ik niet heel veel, maar als er toch nog last met de dingen opgehangen moeten worden, dan kunnen we dat in ieder geval doen. Dan nog meer techniek. We hebben de oplader van onze walkie-talkies. En die zien er zo uit. Hiermee kan ik, zou ik zeggen, met de assistent communiceren gedurende de dag. Er kunnen gewoon oortjes in. Oortjes. En dan kunnen we zo... Hallo, hallo. Altijd erg handig. Hoeven we ook niet te schreeuwen naar elkaar. Plus hoeven we ook niet elkaar te bellen en dat iemand de telefoon niet hoort. Want daar heb ik zo vaak tegen aangelopen dat ik iemand zie op afstand. En die staat lekker te kletsen en die heb ik nodig, dringend. En de telefoon die gaat en ze horen het niet. Doen we niet meer. Walkie-talkies. Nog iets wat altijd verdwijnt. Vandaar dat ik gewoon een heel assortiment heb. Scharen. Gaan. Je hebt altijd een schaar nodig. Dus altijd iemand die een schaar nodig heeft. Meestal ikzelf. Dus ik heb er in ieder geval genoeg. Want er slingert er nog wel eens eentje ergens waar die niet hoort. Het is in ieder geval een belangrijke, want hier zit altijd mijn walkie-talkie in. Dat check ik natuurlijk ook altijd vooraf dat die wel aanwezig zijn, opgeladen zijn. Op de dag zelf. Hoezo past het daar nou niet meer? Door die honderden brillendoekjes. Die kan weg. En dan eigenlijk de grootste bak. Waar nog de wat grotere dingetjes in zitten. Haarlak. Styling spray. Daarnaast heb ik ook droog shampoo. En nog meer droog shampoo. Want een vrouw kan niet genoeg droog shampoo hebben. Nog meer deo. Waarom ik dit heb. Afzetlint. Ik lijk wel of ik bij de politie zit. Ik weet wel waardoor het nog in mijn koffer zit. Al van een paar jaar terug dat we een shoot hadden. En het halve bos moesten afzetten. Eigenlijk zit het er nog steeds in. Afzetlint. Elastiekjes. USB verlengkabel. Touw, dit is touw. Dit is heel fijn touw, want deze is heel dun. Hij is ook niet zo, dus die kunnen we nog vaak gebruiken. Of als je hem toch vergeet is, lintjes te leveren. Om bijvoorbeeld de naamkaartjes aan de servetten te doen. Of iets anders. Dan hebben we in ieder geval touw. Notitieboekje. Schortjes. Het zijn gewoon werkschortjes, maar wel heel leuk met een strikje. Kledingroller. Altijd handig. Niet alleen voor de man, niet alleen voor de vrouw. Voor de gasten, voor mezelf. Dus dan kunnen we dat nog even snel oplossen. Tie-rips en touw. Ook dat, je zou maar iemand willen vastbinden. Grapje. Als we nog dingen moeten repareren, sowieso zijn deze twee dingen wel erg belangrijk voor mijn werk als stylist. En als bloemist. We tie-rippen heel veel, dus ik kan er niet genoeg hebben. Ik heb ook nog een gereedschapskoffer, daar zit ook nog heel veel tie-rips in. Dus, maar in ieder geval hierin ook altijd, dat ook mijn assistenten er altijd bij kunnen. Zakken. Wel altijd zo netjes, vooral voor onszelf. We zitten dan vaak in een ruimte waar we onze spullen allemaal hebben. Wordt wel vaak een troepje. Kan een troepje worden als er band er zit en een fotograaf en een videograaf. Is het altijd toch handig om in ieder geval spulletjes meteen te kunnen weggooien. En dan hebben we natuurlijk heel veel zakdoeken. Nog meer zakdoeken. Ook dat. Het is toch altijd handig als mensen weten dat ze emotioneel worden. En er zijn bijvoorbeeld geen zakdoekjes geregeld. Dan zorgen wij in ieder geval dat er altijd nog zakdoekjes zijn. Of er bij de speeches en dergelijke. Dat kan natuurlijk ook wel emotioneel worden. Dus sowieso weten de bruid en bruidegom altijd dat ik heel veel zakdoekjes bij me heb. Zodat ze altijd in ieder geval even kunnen deppen. In ieder geval die hele maquillage gewoon in stand blijft. Voor zowel gasten als voor het bruidspaar. Nee, vooral voor de bruid. Een man mag ook make-up hoor. Dus ook voor de bruidegom, maar in eerste instantie. Voor de dames. Nou, dat was hem weer. Dat is wat er allemaal in mijn koffer zit. Natuurlijk, als je zelf gaat trouwen en je bent de bruid, dan verwacht echt niemand dat jij zo'n koffer meeneemt met zoveel spulletjes. Denk voor jezelf wat je zelf wel heel prettig vindt om bij je te hebben. In ieder geval wat vochtige doekjes heb en wat pleisters. In ieder geval een klein tasje maakt die iemand de hele dag achter je aanbrengt. Gewoon dat spulletjes die voor jou belangrijk zijn. Als weddingplanner probeer ik zoveel mogelijk deze koffer op z'n te houden. Loop ik nou ergens tegenaan dat ik dingen mis, dan zorg ik natuurlijk dat ze de volgende keer weer aanwezig zijn. Ik kan het maar beter allemaal bij me hebben dan dat het eigenlijk gemist wordt op de dag. Dus liever te veel als te weinig. En zoveel ruimte neemt hij ook weer niet in de auto. Dus helemaal blij mee. Hoppa. Altijd even slepen. Vooral trappen op. Want met al die spullen is hij natuurlijk best zwaar. Maar goed,
Hij kan altijd even een hoekje in en dan ja, hebben we in ieder geval alle spulletjes bij de hand. Heb je nou nog vragen? Heb je dingen die je mist? Laat het vooral eventjes weten. Vond je het een leuke video? Doe even natuurlijk je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dit was in ieder geval What's in My Bag, the Wedding Planner Edition. Oh. En op naar de volgende tips.